وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد beste broeders, na een lange onderbreking gaan we weer inshallah ta'ala verder met het boek waar we mee bezig waren, Bulugh al-Maram van al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, waarin hij overleveringen opnoemt van de Nabi sallallahu alayhi wa sallam omtrent allerlei soorten fiqh-zaken. En we zijn nog steeds bij Kitab Salah, het hoofdstuk wat gaat over het gebed. We zijn op het einde van dit hoofdstuk. De schrijver, rahimahullahu ta'ala, nadat hij een aantal bijzondere gebeden heeft opgenoemd, zoals Salat al-Kusuf en de Istisqa als laatste, begint hij met een ander onderwerp in dit hoofdstuk. En dat is een onderwerp wat gaat over kleding. Hij zegt, rahimahullahu ta'ala, bab al-libas. Ya'ni, wat daarvan toegestaan is, wat daarvan vermeden moet worden. Bab al-libas. Hij noemt hadith Abi Amir al-Ash'ari radiyallahu anhu qaal. Qaal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir. Rawahu Abu Dawood wa asluhu fil Bukhari. Wat betreft kleding moeten wij weten dat de kleding een gunst is van Allah subhanahu wa ta'ala, waar hij mee zijn dienaren heeft begunstigd om zichzelf te bedekken. En de regel, als het gaat om kleding, is dat alle soorten kledingen toegestaan zijn, totdat er een bewijs is dat een bepaalde kledingstuk verboden is. Om wat voor reden dan ook. Want kleding hoort bij wereldse zaken. Yani, iets dragen, dat is iets werelds. Zoals eten. Als het gaat om eten, gerechten, voedsel, is alles toegestaan behalve datgene wat is uitgezonderd in de sharia. Bijvoorbeeld, als het gaat om vlees, is alle vlees toegestaan behalve datgene wat is uitgezonderd, waar bewijs voor is wat verboden is. Zoals bijvoorbeeld kadaver, varkensvlees en dergelijke. Zo ook met kleding. Kleding is toegestaan, je mag dragen wat je wilt, lijken behalve datgene wat verboden is, om wat voor reden dan ook, die genoemd is. Bijvoorbeeld, het is niet toegestaan voor een man om kleding te dragen die vrouwen dragen. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, la'ana Allahu al-mutashabbihina min al-rijali bin-nisa. En ook omgekeerd, la'ana Allahu al-mutashabbihina min al-nisa bin-rijal. Het is voor een vrouw verboden om kleding te dragen die normaal gesproken door mannen wordt gedragen. Het is ook bijvoorbeeld verboden om kleding te dragen die echt specifiek en bijzonder is voor bijvoorbeeld kuffar. Want dat behoort ook tot imiteren van de kuffar. En de Nabi sallallahu alayhi wa sallam zei, men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Je mag niet hun imiteren in die zaken die specifiek en bijzonder zijn voor hun. Yani waar ze mee worden gekenmerkt en herkend. Bijvoorbeeld, wat ook verboden is als het gaat om kleding, is een isbal voor de mannen. Een isbal betekent kleding dat gedragen wordt onder de enkels. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam zei, ma tahta al-ka'bayn fa fi an-nar. Datgene wat onder de enkels is komt, is in de hel. Wat betekent dat het verboden is voor de man om kleding te dragen beneden de enkel. Deze hadith staat in Bukhari. En ook al gaat dat niet gepaard met hoogmoed. Want sommigen zeggen van dat is alleen verboden als dat gepaard gaat, als iemand dat doet uit hoogmoed of arrogantie. Kijk, als iemand dat zou doen uit arrogantie en hoogmoed, dan is de straf daarvoor alleen nog erger. Zoals staat in hadith, la yandurullah ilayh, Allah Jalla wa Ala zal niet naar hem omkijken. Yani om al qiyama. Iden al asl, als het gaat om kleding, is dat toegestaan is, behalve die kleding die verboden is. Wat ook verboden is bijvoorbeeld, is libas al-shuhra. Libas al-shuhra, dat is die kleding die gedragen wordt, die heel erg opvalt onder de mensen. Yani je valt daarmee op onder de mensen. Bijvoorbeeld heel erg dure kleding. Of bijvoorbeeld juist heel erg, oude wetse kleding bijvoorbeeld.
misschien niets waard is. Lijkt niet, valt ermee op, onnodig. Terwijl bijvoorbeeld iemand normaal kleding kan dragen, zoals de meeste mensen dat ook doen. Beide zijn kleding die vallen onder libas en shohra, yani die, waardoor je opvalt en onder de mensen ook bekend om wordt. Ala kulli hal al-asl idhn, als het gaat om kleding is dat toegestaan is, want Allah Jalla wa Ala die zegt, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Hij, Allah subhanahu wa ta'ala, die heeft voor jullie datgene geschapen wat op aarde is. Alles, yani om daarvan gebruik te maken. En onder andere valt kleding daar ook onder. En natuurlijk zijn er ook zaken die te maken hebben met de kleding die vrouwen dragen. Deze hadith, de eerste hadith die hij opnoemt, de schrijver rahimahullahu ta'ala, is hadith Abi Amir al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, qaal Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir. Layakunanna min ummati aqwam. Layakunanna betekent, er zullen mensen zijn. Deze laam hier eigenlijk is laam al-qasam in het Arabisch. En in de grammatica is het laam al-qasam. Yani, wallahi layakunanna. Alsof er gezworen wordt om deze zaak yani, te benadrukken. Er zullen mensen zijn in deze umma. Welke umma? Als we het hebben in de, of als in een tekst of in een bewijs het woord umma wordt genoemd, dan kan dat twee soorten gemeenschappen zijn. Umma betekent gemeenschap. Welke gemeenschap wordt hiermee bedoeld? De gemeenschap kan, er kunnen twee soorten gemeenschap mee bedoeld worden. Eerste betekenis van de umma is de gehele umma naar wie de profeet sallallahu alayhi wa sallam gestuurd is. En daar vallen de gelovigen en de ongelovigen ook onder. Deze heet ummatud da'wa, yani de umma waarnaar de profeet gezonden is. En daar valt iedereen onder. En een andere umma is ummatul ijaba. De umma die gehoor heeft gegeven aan de boodschap van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat zijn de gelovigen, yani de moslims. Dat is de specifieke umma. En deze umma, die wordt in deze hadith bedoeld. Want de profeet zei hier, er zullen zeker in mijn umma mensen zijn. Wat voor mensen? Die al-hira en al-harir goedkeuren. Al-hira, dat is al-farj, yani geslachtsdeel. En daarmee wordt zina bedoeld. Daarmee wordt overspel of ontucht bedoeld. En er zullen mensen zijn in deze umma. De umma die valt eigenlijk onder degene die gehoor hebben gegeven. Die zullen zina goedkeuren. En al-harir, al-hira of al-harir. En al-harir is zijde, wat gedragen wordt. De rest van de hadith staat ook nog wal-khamr, wal-ma'azif, wijn en muziekinstrumenten. Deze vier zaken zijn opgeroepen in deze hadith. In deze umma zullen er mensen zijn die zullen deze vier zaken goedkeuren die verboden zijn. Wat zijn die zaken? Al-hira, wal-harir, wal-khamr, wal-ma'azif. Al-hira is zina, daarmee wordt zina bedoeld. En al-harir, daarmee wordt zijde bedoeld. En hier, het goedkeuren hiermee wordt bedoeld voor de mannen. Want zijde is toegestaan om te dragen voor de vrouwen. Het is verboden voor de mannen. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die pakte zijde met zijn rechterhand. En hij pakte goud in zijn linkerhand. En hij zei tegen de sahaba, deze twee zaken zijn verboden voor de mannen van mijn umma. Haramun li dhukuri ummati. En zijn toegestaan voor de vrouwen. En in goud en zijde is toegestaan voor de vrouwen. Lijkt verboden voor de mannen. Waarom is het verboden voor de mannen? Allahu a'lam. Lijkt waarschijnlijk valt het ook onder tashabbuh bin nisa. Iemand die zijde draagt en die goud draagt, die lijkt daarmee op een vrouw. En het lijken op een vrouw is verboden. Het is verboden, yani in de islam, la'ana Allahu mutashabbihina min ar-rijali bi an-nisa. Een vrouw heeft deze zaken nodig, een man niet. En een vrouw die versiert haarzelf, die maakt haarzelf op voor haar man. Lekker een man heeft geen goud nodig. Hij heeft ook geen zijde nodig. Vandaar dat deze zaken vallen onder, yani onder zaken die een vrouw versieren. Iden,
Uit deze hadith blijkt dus dat het verboden is voor een man om zijde te dragen. En dit is hier waar het om gaat, want het gaat hier om kleding. En dit valt onder kleding, al-hira, of al-harir. Al-harir, en dat is, wat ik net zei, zijde, wat verboden is voor de man. En zoals de profeet Sassam zei, dat er mensen zullen zijn in deze umma die dit zullen goedkeuren en die zullen dragen en zinnen zullen plegen en wijn zullen drinken en muziekinstrumenten zullen afspelen of daarnaar luisteren. En dit is wat wij zien natuurlijk. Dit is een van de tekenen van de profeetschap sallallahu alayhi wasallam. Want al deze zaken vinden plaats. Er zijn onder deze umma degene die ze toeschrijven aan deze umma die zinnen goedkeuren en die overspel plegen en ontucht verrichten en die zijde en die dragen, en daar heb ik het hier over de mannen, want nogmaals voor de vrouwen is de zijde toegestaan en die wijn drinken en muziekinstrumenten afspelen. Sommigen zijn zelfs verslaafd aan bepaalde zaken, zoals verslaving aan wijn of alcohol, en anderen zijn verslaafd aan muziek. Sommigen zijn verslaafd aan muziek, ze staan ermee op en ze gaan ermee naar bed. Sommigen vallen niet in slaap behalve met muziek, zeggen ze. Taba'an, en deze verboden zaken die deze hadith zijn opgenoemd, die verschillen natuurlijk van elkaar. Yani het drinken van wijn is niet zoals het dragen van zijde. En de oordeel daarvan is niet zoals het dragen van zijde. En zinnen is niet, of het dragen van zijde is niet zo ernstig als het plegen van zinnen en dergelijke. Lekin, al deze zaken zijn verboden voor deze umma. En als het gaat om zijde, dan zijn de vrouwen hierin uitgezonderd. Vervolgens noemt de schrijver, rahimahullah ta'ala, hadith Hudhayfa radiyallahu anhu, qaal, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري حديث حذيفة دي داناكمت waarin staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam het verboden heeft voor deze umma om te drinken uit servies van goud of zilver. En zoals wij in Kitab al-Tahara, eenmaal in het begin, hebben we deze hadith ook behandeld. Waarin de profeet zei, La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda, wa la ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi al-akhira. Dan deze hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam verboden heeft om te drinken uit bekers van zilver, van goud, of zilver, of eruit te eten, uit borden van zilver of goud. Dat is een vorm van hoogmoed. Dat is een vorm van hoogmoed en arrogantie en verspilling. En ook heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam verboden om zijde te dragen. Voor wie? Voor de mannen. Wat dibaj. En dibaj is een zijde soort. Het is een van de beste soort zijde, dibaj. Dat valt dus onder het dragen van zijde, het verbod op het dragen van zijde. En ook heeft de profeet het verboden om erop te zitten. Om daarmee bijvoorbeeld je huis te kleden. Om bijvoorbeeld een kleed te hebben van zijde en zo erop te zitten. Tayyip, want dit valt ook onder kleding. Iets waarmee bijvoorbeeld het huis wordt bekleed, is ook een soort van kleding. Taib, in het Arabisch, is het ook loops. Valt het ook onder de loops. Even uit deze hadith blijkt weer het verbod op zijde en het dibage soort zijde. En ook om erop te zitten. Dus om dat te gebruiken als stof om erop te zitten. Nogmaals, dit valt onder, of dit geldt voor de mannen zonder de vrouwen.
Vervolgens noemt de schrijver de hadith die daarna komt van Ibn Umar, of van Umar radiyallahu anhu. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع متفق عليه واللفظ لمسلم. Deze hadith, hadith Umar radiyallahu ta'ala anhu, van staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam het verboden heeft om zijde te dragen, behalve en die wat uitgezonderd is, is een stukje daarvan, een grootte van een vinger, of twee vingers, of drie vingers, of vier vingers. En als bijvoorbeeld iemand een kledingstuk heeft, en in dit kledingstuk, of op dit kledingstuk, of een deel daarvan is van zijde. Bijvoorbeeld een lijn daarvan, of iets bij de zak, of iets kleins. Zolang het maar niet groter is dan vier vingers. Want hier zegt de profeet, behalve als het ten grootte is van één vinger, en een lijn bijvoorbeeld, of twee vingers, wat groter is, of drie of vier. Maximale grootte van vier vingers. Want dan geldt de oordeel over de rest van het kledingstuk en niet over dat kleine stukje. Dus dit is een stukje wat is uitgezonderd op het verbod. Zolang het maar niet groter is dan vier vingers. En deze hadith is overgeleverd door Bukhari en Muslim. De hadith die daarna komt is hadith Anas radiyallahu anhu aan de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه. حديث أنس رضي الله عنه waarin hij zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam عبد الرحمن بن عوف en الزبير ابن عوام heeft het hun toegestaan om een kamis te dragen, in een kledingstuk te dragen, kamis, te dragen van zijde, toen ze op reis waren, omdat zij tijdens deze reis, hadden zij een bepaalde allergie opgelopen. Fi hikkatin kanat bihima. Hikka is eigenlijk zeg maar dat je moet krabben, moet jeuken. Dus net als bijvoorbeeld nu, dit is een soort, en die kun je zeggen van het is een soort allergie, waardoor iemand veel moet jeuken of moet krabben. En als ze dan ruwe kleding moesten dragen, dan zou dat alleen maar dat verergeren. Dus de Nabi Sallallahu alayhi wa sallam had toen hun toegestaan om een kamis te dragen van zijde. Want zijde is zacht, waardoor de jeuk misschien of verdwijnt, of veel minder wordt dan als iemand iets zwaars draagt of iets ruws zou dragen. En dit is een uitzondering, omdat hier sprake is van een bepaalde goede reden. Er is hier sprake van een goede reden, een ziekte. Dus als bijvoorbeeld iemand ziek is en het dragen van zijde zou bijvoorbeeld helpen bij deze ziekte of het verminderen, dan zou het toegestaan zijn zoals de profeet het heeft toegestaan voor Abdurrahman ibn Auf en voor Zubair. Sommigen die hebben gezegd dat dit specifiek is voor hun twee. Sommigen hebben gezegd dat dit specifiek alleen als iemand op reis is. Zij waren op reis. Zoals is dat visafarin. En tijdens een reis en is het moeilijk bijvoorbeeld om zo'n persoon te behandelen. Met bijvoorbeeld verschillende soorten vormen van behandeling. Of bijvoorbeeld door medicatie of door andere kledingstuk of iets te veranderen. Als iemand op reis is, heeft hij meestal misschien dezelfde. Vooral vroeger hadden ze weinig kleding. Dezelfde kledingstuk die bleef hij dan dragen. Iden Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam had het hun dus toegestaan en hij heeft hun uitgezonderd om deze reden, omdat ze een bepaalde allergie hadden, waardoor ze veel moesten jeuken of krabben. En sommigen die zeggen dat hier dat ze op reis waren, heeft geen invloed op de oordeel. Want ze waren toevallig op reis. En die oordeel is op een reis, is tijdens een reis heeft de profeet dit advies aan hun gegeven. Of heeft hij hun uitgezonderd. Maar niet dat deze reis een rol heeft gespeeld in de oordeel. En Allahu a'lam,
wat het juist is. Ala kulli halatin omgaat, is dat deze hadith, een uitzondering is op het verbod. Want hier staat ook rachasa. En een rochsa, is alleen, yani komt alleen ter sprake als daarvoor yani een verbod is. En de profeet heeft het hier, heeft hun uitgezonderd en hij heeft het hun toegestaan om zijde te dragen tijdens deze reis en om deze, reden. Vervolgens noemt de schrijver hadith Ali radiyallahu anhu qaal kasani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hullatan sayara fa kharajtu fiha fa ra'aytu al-ghadaba fi wajhihi fa shaqaqtuha bayna nisa'i muttafaqun alayhi wa hadha lafdhu Muslim. Deze hadith Ali radiyallahu anhu, waarin hij zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam hem een kledingstuk had gegeven. Hij had hem een kledingstuk gegeven van zijde. Een zijde kledingstuk. Heeft hij gekregen van wie? Van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Vervolgens heeft hij dit aangedaan. Toen hij dit droeg, en hij kende de oordeel daarvan niet, toen hij dit heeft gedragen, zag hij aan het gezicht van de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat hij boos was. Hij keek hem boos aan omdat hij dat kledingstuk droeg dat van zijde was. Hij zei toen radiyallahu ta'ala anhu Ali, vervolgens heb ik dat, yani heb ik dat kledingstuk, heb ik toen vervolgens verdeeld onder mijn vrouwen. Yani die zijde stuk heeft hij toen verdeeld onder zijn vrouwen. Yani, zoals wat, of wat moeten ze daarmee doen? Hij heeft het verdeeld onder zijn vrouwen en in stukken en geknipt, zodat ze dat kunnen gebruiken als gemaar, zoals dat is overgeleverd. Even, ook dit duidt op een verbod van zijde. Waarom heeft de profeet het hem gegeven? Hij heeft het hem gegeven, lijkt je niet om het te dragen. Waarom dan wel? Allahu ta'ala, a'lam. En imam Muslim rahimahullah ta'ala heeft iets aan toegevoegd. Hij zei, faqal inni lam ab'athha ilayka litalbasaha. De profeet heeft het niet aan hem gegeven om het te dragen. Innama ba'athtuha ilayka litushqiqaha khumuran bayna nisa'ik. De profeet die zei van, ik heb het niet gegeven aan jou om het te dragen, maar ik heb het aan jou gegeven zodat je het kan verdelen onder jouw vrouwen. En zoals daarmee hun zichzelf kunnen bedekken met gimar. En gomor. Gomor is jama' gimar. Vandaar dat Ali radiyallahu ta'ala anhu dat ook heeft gedaan. Vervolgens noemt de schrijver rahimahullahu ta'ala hadith Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal. Uhilla al-dhahabu wal-hariru li-inathi ummati. حرم على ذكورها. Deze hadith waarin staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, ik heb goud en zijde toegestaan voor de vrouwen van mijn ummah en verboden voor de mannen. Taib, in deze hadith is heel duidelijk als het gaat om het verbod op zijde voor de mannen, dat het toegestaan is voor de vrouwen. En hier is ijma' over. Dat geldt ook voor het dhahab, voor goud. Dat goud toegestaan is voor de vrouwen en verboden is voor de mannen. Yani om het te dragen. Vervolgens noemt hij hadith Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal. Inna allaha yuhibbu idha an'ama ala abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi alayhi. Rawahu al-Bayhaqi. Deze hadith. Waarin staat, hadith Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, waarin staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, dat Allah subhanahu wa ta'ala ervan houdt, als hij zijn dienaar heeft begunstigd, met gunsten, met rijkdommen, met bezittingen, Allah houdt ervan dat dat te zien is bij zo'n persoon. Als bijvoorbeeld iemand rijkdommen is gegeven door Allah jalla wa ala, en hij heeft hem bezittingen gegeven, en hij heeft het goed, en hij ziet eruit alsof hij een arme man is. Dat behoort niet tot
dank tonen voor Allah Jalla wa Ala. Als het gaat om deze gunsten. En het tot shukr en ni'ma behoort dat zo'n gunst ook te zien is bij hem. Zonder arrogantie en hoogmoed. Zonder arrogantie en hoogmoed en zonder verspilling. Tayyip, als bijvoorbeeld iemand, hij heeft het goed en Allah Jalla wa Ala heeft hem begunstigd. Hij heeft genoeg. Lekker, hij ziet eruit als een heel arme persoon. Zelf zo erg dat de mensen medelijden met hem gaan hebben. En misschien dat ze hem zelf sadaqa gaan geven. Of zakah willen geven. Dat valt niet onder shukr en ni'ma. Valt niet onder shukr en ni'ma. Allah Jalla wa Ala houdt ervan als hij, zijn dienaar, als hij hem begunstigd heeft, dat te zien is aan zo'n persoon. Hij mag bijvoorbeeld normale kleding dragen, zonder op te vallen, zonder verspilling, zonder hoogmoed. Lijkt je normaal kleding, waardoor hij niet opvalt bij mensen alsof hij een arm persoon is. Hij mag een normale auto rijden, yani wat past bij zijn positie. Hij mag een goede of een ruime huis hebben. Dat valt allemaal onder. Als Allah hem begunstigd heeft, dat dient hij, of valt dat onder shukr en ni'ma, dat hij dat laat zien. Dat Allah subhanahu wa ta'ala hem daarmee heeft begunstigd. Nogmaals, zonder hoogmoed. Vervolgens noemt de schrijver rahimahullah ta'ala hadith Ali. Anna Rasulallah radiyallahu anhu. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Naha an lubsi al-qissiyi wal mu'asfar. Rawahu Muslim. Deze hadith, Ali radiyallahu anhu, waarin staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam het verboden heeft om de kleding te dragen van al-qissi. En al-qissi of qis, dat was een plek of een plaats in Egypte. Dat die kleding die kwam daar vandaan. Hij kwam daar vandaan. De profeet had het verboden om deze kleding te dragen. Omdat daar in deze kleding die daar vandaan kwam, die was vaak van zijde. Het stond bekend dat die vaak van zijde was. Vandaar dat de profeet het verboden had om kleding te dragen die vandaar vandaan kwam. Al-Mu'asfar, dat is een kledingstuk die eigenlijk geverfd is. Die geverfd is of gekleurd is met een plant. Dat een rode kleur geeft. Dat een rode kleur geeft. Yani eigenlijk rode kleding. Dat plant zorgt voor een rode kleur. Geeft een rode kleur aan de kleding. En rood, het dragen van rode kleding, heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam verboden. Yani rood wat zuiver rood is. Maar als de kleding rood is en daartussen zijn andere kleuren, bijvoorbeeld wit of iets anders, dan valt dat niet onder het verbod. Dat valt niet onder het verbod. Want zoals staat in hadith al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu. Hij zei, ik zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een rode gewaad. En de geleerden hebben gezegd, rode gewaad hier betekent niet dat hij zuiver rood was. Lekker dat hij rood was en dat daar tussen andere kleuren waren. Zoals bijvoorbeeld soms is een kledingstuk rood. Lekker, hij zit helemaal rood. Er zitten andere kleuren op, lijnen bijvoorbeeld of iets anders. Dit valt niet onder het verbod. Maar lekker iets wat helemaal zuiver rood is, dat is wat verboden is, wat de profeet heeft verboden. En daar valt onder andere Al-Mu'asfar onder. En sommigen hebben gezegd dat het niet makroh is om dat te dragen, in die rode kleding. Vervolgens noemt hij hadith Abdullah ibn Umar of Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu, qaal ra'a Aliya
رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ديزغ بقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هاي زخم مت كليدينغ ستوك، يعني دات بصد ات تو كليدينغ ستوك، ان بوف كليدينغ ان اوندر كليدينغ ستوك دي روت waren معصفرين. ان هاي زاي تيخ عبد الله دو بروفيت زاي تيخ عبد الله ابن عمر هاي زاي هيفت شاو مودر جو اوبغدراغ اوم ديت تدراغ، يعني هاي كيرد هات اف، هاي كيرد ديزا كليدينغ ستوك دي zo gekleurd waren, keurde hij af. طيب. En er staat in de riwaya: Inna hadihi min thiyabil kuffar, fala talbishuma. Dat deze vallen onder de kledingstuk van de kuffar. Draag deze niet. Fala talbishuma. Of dat het valt onder kleding die yani, vrouwen dragen. Deze kleuren rood of geel, of wat erop lijkt. Vervolgens noemt hij hadith Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha radiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam makfufata al-jaybi wal-kummayni wal-farjayni بالدباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. حديث أسماء بنت أبي بكر دختر أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء رضي الله تعالى عنها ze bracht een keer of ze haalde een keer een kledingstuk van gewaad van de profeet صلى الله عليه وسلم tevoorschijn. En dit gewaad was hier en daar bij de armen en bij de zakken was die bekleed met zijde. En ze wil daarmee zeggen van: en de Nabi sallallahu alayhi wa sallam droeg deze kledingstuk terwijl daar zijde op zat. En deze kledingstuk was bij Aisha. Kanat inda Aisha hatta qubidat. Hij was bij Aisha, de vrouw van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, totdat zij stierf. En vervolgens heeft Asma radiyallahu ta'ala anha deze overgenomen. En zij dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze droeg. En hun, na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hebben ze deze bewaard. Zij van nahnu nagsiluha lil marda. Ze hebben deze bewaard. En wanneer er iemand ziek werd, yani van onder de moslims, werd deze kledingstuk van de profeet sallallahu alayhi wa sallam gewassen. En vervolgens het water werd gebruikt als genezing. Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit heeft aangedaan. En de baraka van de Nabi sallallahu alayhi wa sallam is dit het tabarruk daarmee. En dit is toegestaan met de profeet sallallahu alayhi wa sallam, met zijn sporen, met zijn kleding en dergelijke. Dus ze deden dat, ze gebruikten dat als geneesmiddel. Wanneer iemand ziek werd, werd het gewassen en werd het water gebruikt als geneesmiddel. En in Adab al-Mufrad van de Bukhari staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit kledingstuk droeg op de vrijdag en als hij gasten kreeg. Dat was een speciale yani kledingstuk, een bijzondere kledingstuk die hij droeg op al-Jumu'ah. En als hij gasten kreeg of als er bijvoorbeeld bepaalde delegaties naar hem toekwamen, dan deed hij dit aan. En wat ze hiermee wil zeggen is dat deze kledingstuk, dat hier en daar yani, zijde op zat. Lakin, yani, wat toegestaan is als het gaat om zijde, wat we net hebben gezegd, wat heel duidelijk is dat het niet meer mag zijn dan vier yani, vingers. En sommigen hebben gezegd, yani, vier vingers verspreid over heel het kledingstuk, dat mag maximaal vier vingers groot zijn.
Sommigen zeggen vier vingers naast elkaar. Dus bijvoorbeeld deze hadith wordt dan gebruikt. Vier vingers naast elkaar, bijvoorbeeld bij de zak vier vingers, bij de andere zak vier vingers, beneden vier vingers. Maar dat het niet, achter, dat het niet helemaal zijde is, maar dat hier en daar yani, zijde mag zijn op een kledingstuk. En het juiste, Allahu ta'ala a'lam, wat het juiste daarvan is. Deze hadith van Asma radiyallahu ta'ala anhu, anha, heeft ook een reden waarom zij dit tevoorschijn haalde. Want zo staat in Sahih Muslim, dat Asma radiyallahu ta'ala anha, dat stuurde naar Abdullah ibn Umar, om hem duidelijk te maken dat een kledingstuk waar weinig zijde op zit, dat gedragen mag worden. Want ze hoorden dat Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, dat verbood. Abdullah ibn Umar, hij verbood, of hij keurde het af als er maar een klein stukje zijde op een kledingstuk zat. Hij keurde dat af. Hij zei dat Umar, radiyallahu ta'ala anhu, had gehoord van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat hij heeft gezegd: innama yalbasu al-harir man la khalaqa lahu. Yani Abdullah ibn Umar die hoorde van zijn vader dat hij heeft gehoord van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat hij zei: al-harir wordt alleen gedragen door diegene die yani, la khalaqa lahu, en diegene eigenlijk geen religie hebben. Taib, la khalaqa lahu, als het gaat om de mannen. Hij zei, en ik vreesde dat een klein stukje daar ook onder valt. Een klein stukje daar ook onder valt. Dit is de laatste hadith die is genoemd in deze reeks van hadith die te maken hebben met kleding. De schrijver rahimahullah heeft dit onderwerp opgenoemd omdat het bedekken van het lichaam tijdens de gebeden is een voorwaarde van ieder gebed. Is een shart, een setter, een aura. Vandaar dat hij dit onderwerp heeft aangehaald op het einde van het boek van Kitab Salah. En hiermee is ook Kitab Salah afgerond. Daarna gaat de schrijver rahimahullah ta'ala verder met Kitab Al-Janaiz, het hoofdstuk over Al-Janaiz. En Al-Janaza, dat is de doden. Yani wanneer iemand komt te sterven, dat heet yani, al-janaza, al-mayyit. Dit laten we inshallah ta'ala voor de volgende les. Allahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu ala nabina wa sallam. Hoeveel is er tijd nog voor de Isha? Vind je het goed? Heep. Ik wil eigenlijk, tijd terug, zag ik dat er heel veel broeders waren, vooral op dinsdag, die nieuw waren. Dus ik was eigenlijk van plan om een fiqh boek te behandelen. En om dan te beginnen bij het begin. Vooral voor de broeders die yani, nieuw zijn. Zodat ook zij zaken van het tahara en dergelijke vanaf het begin ook meekrijgen. En ook voor degene die al langer meeloopt. Of die al langer aanwezig is bij de lessen. Om zichzelf om dit te herinneren aan hem of aan haar, om dit te herhalen. Dus we gaan inshallah ta'ala tijdens de lessen zullen we ook een stukje lezen uit Kitab Manhaj Salikin van Sheikh Abdurrahman Ibn Nasser Al-Sa'di. Dan beginnen we gewoon bij het begin en we houden het gewoon beknopt en we gaan er zo inshallah we gaan zo doorheen totdat we kijken waar we eindigen. إذن بخير إن شاء الله أك عن كتاب الطهارة في المنهاج السالكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. بخير خلاك بكتاب الطهارة. سلام إنلايدين. سلام وأوفر. قال وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. فمنها الطهارة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور متفق عليه فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له والطهارة نوعان
أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. كتاب الطهارة het hoofdstuk van de reiniging. Hij zegt rahimahullah: أما الصلاة، wat betreft het gebed heeft voorwaarden. En de voorwaarde is een verplichting dat moet plaatsvinden voor het gebed. We hebben fundamenten, deze heet de arkaan. Dit zijn verplichtingen die plaatsvinden tijdens het gebed, gedurende het gebed. Een voorwaarde is daarvoor al. Bijvoorbeeld het tahara, de reiniging. Wanneer vindt de reiniging plaats? Voor het gebed. Wanneer bijvoorbeeld vindt, een van de voorwaarden is dat je je richt richting al qibla. Tijdens het gebed richting al qibla, maar ook ervoor kijk je welke kant je op moet bidden, al qibla. Bijvoorbeeld een andere voorwaarde is dat de tijd binnen is gedrongen. Voordat je gaat bidden, moet de tijd binnen gedrongen zijn. Het gebed heeft voorwaarden, verplichtingen die daarvoor afgaand aanwezig moeten zijn. Hij zegt, rahimahullah, ieder het gebed heeft voorwaarden die daarvoor aanwezig moeten zijn. Tot die voorwaarden is de reiniging, het tahara. Het tahara, de reiniging. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: La yaqbalu Allahu salatan bi ghayri tahur. Allah jalla wa ala accepteert geen gebed zonder dat de reiniging aanwezig is. En de reiniging moet aanwezig zijn. En iemand moet in staat zijn van reinheid. Tayyib moet in staat zijn van reinheid. En anders wordt het gebed niet geaccepteerd. En de reinheid is de sleutel tot een geldig gebed. Miftahu salati at tahur. Zo staat in hadith. Hij zegt, rahimahullah: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. Iemand die zichzelf niet reinigt van الحدث الأكبر, de grote staat van onreinheid, يعني جنابة, bijvoorbeeld حيض bij een vrouw, menstruatie, bloed, of الجنابة. Iemand die zich niet reinigt van de grote rituele wassing, als het verplicht is voor hem, of de kleine daarvan. De grote rituele wassing heeft een aanleiding, heeft een oorzaak, heeft een reden. Dat is bijvoorbeeld bij gemeenschap, bijvoorbeeld bij, als bijvoorbeeld iemand een zaadlozing krijgt, of bij een vrouw na haar menstruatieperiode. Dan is zij verplicht om haarzelf te reinigen door middel van een grote rituele wassing, el ghusl. Of een kleine rituele wassing, en de reden daarvoor is bijvoorbeeld wanneer iemand naar het toilet is gegaan, geurineerd heeft, of ontlasting, of bij zaken die deze wudu verbreken. Iemand die zichzelf niet heeft gereinigd en die toch het gebed gaat verrichten, zo'n persoon heeft geen geldig gebed gebeden. Dit is iets wat heel duidelijk is. Hij zegt, rahimahullahu ta'ala, wat taharati nou'aan. De reiniging is tweesoortig. En je kan de reiniging op twee verschillende manieren laten plaatsvinden. Beide zijn correct. Als eerste zegt hij, het taharatu bilma, wahi al-asr. Het reinigen door middel van water. En dat is wat de meeste mensen doen. Dat is de verplichting. Als iemand water heeft, dan dient hij zichzelf te reinigen met water. Bijvoorbeeld, hij heeft zijn wudu verbroken. Hij moet de rituele wassing verrichten. Dan doet hij dat door middel van water. فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلْ مِنَ السَّمَاءِ. Wat voor water? Welke water mag gebruikt worden als reinigingsmiddel? Hij zei, alle soorten water die van boven komt. Dus bijvoorbeeld regen. Regen komt van wat neerdaalt. Van de hemelen. Mag gebruikt worden om jezelf mee te reinigen. En je regenwater. Of bijvoorbeeld water wat uit de aarde komt. Bijvoorbeeld bronnen. Putten bijvoorbeeld. Rivieren die stromen. Alles wat komt uit de grond. Of wat valt uit de hemelen. Dat is reinigend water. Mag gebruikt worden. Zeewater bijvoorbeeld. Mag gebruikt worden. Regenwater mag je gebruiken. Rivierwater, alles wat stroomt uit en wat komt uit de grond of valt uit de lucht. Al deze vormen van water reinigen. Yutahhiru min al-ahdathi wal-akhbath. Tayyib, wat moet hij reinigen? Hij zegt, rahimahullahu ta'ala,
Hij moet zichzelf reinigen, de rituele wassing. Daarnaast moet hij ook de onreinheden reinigen of verwijderen. Bijvoorbeeld als iemand, of iemand heeft pas een geldig gebed gebeden, als hij zichzelf heeft gereinigd door de rituele wassing en hij heeft geen enkele onreinheid op zijn lichaam, of zijn kleding, of op de plek waar hij bidt. Onreinheden verwijderen. Als bijvoorbeeld iemand urine heeft op zijn kleding en hij gaat het gebed verrichten terwijl hij weet dat hij urine heeft op zijn kleding, dan is zijn gebed niet geldig. Zoals wanneer hij gaat bidden zonder de rituele wassing. Want dit valt ook onder reiniging. De reiniging is tweesoortig. Reinigen door middel van het opheffen van de staat van onreinheid, door middel van wudu. Of reiniging wat tastbaar is. De tastbare onreinheden zoals urine, ontlasting, menstruatiebloed bijvoorbeeld bij vrouwen. Dat zijn onreine zaken die moeten verwijderd worden. Tayyip, als bijvoorbeeld iemand gesport heeft en hij zweet. Is dat onrein? Zweet is niet onrein. Dan iemand is aan het werk en hij heeft werkkleding. Hij werkt bijvoorbeeld in de bouw of hij is automonteur, olievlekken hier en daar. Moet hij deze vlekken verwijderen voordat hij het gebed mag verrichten? Ja. Dit valt niet onder onreinheden. Onreinheden zijn die zaken die genoemd zijn en die de oordeel hebben gehad van onreinheid. Zoals urine, ontlasting nogmaals, en, menstruatie, bloed. Sommigen zeggen gewoon bloed is onrein en bepaalde andere zaken waar ze over verschillen. Tayyip? Dit moet verwijderd worden van het lichaam en van de kleding en van ook van de plek waar gebeden wordt. Hoe? Door water. Wat voor water? Regenwater of water wat uit de hemel valt of water wat uit de grond komt. Zoals we net zeiden, al deze zaken die zijn toegestaan om te gebruiken als reinigingsmiddel. En zijn ook reinigend. Als dit water wat gebruikt wordt tijdens de reiniging. Als het gemixt is bijvoorbeeld met iets wat rein is. Waardoor de kleur bijvoorbeeld een beetje veranderd is. Of de geur van dit water veranderd is. Of de smaak veranderd is. Het is geen enkel probleem. Dat mag nog steeds gebruikt worden als water waarmee je jezelf reinigt. Want het blijft rein. Tenzij het water verandert. Als bijvoorbeeld iemand water heeft. Vervolgens valt er iets in het water. Of hij gooit iets in het water. Laten we zeggen. Hij gooit er zeep in. Zeep in. Of hij gooit er bijvoorbeeld siroop in bijvoorbeeld. Dan is het geen water meer. Dan wordt het limonade en siroop. Of wordt het thee. Of is het koffie. Type. Of is het iets anders. Dan is het veranderd. Met iets wat rein is. Sahih, ja toch? Lekker, het is geen water meer. We zeiden van water wat veranderd is. Maar als het melk is, dan is het geen water meer. Dan is het melk. Als het bijvoorbeeld thee is geworden. Je kan niet zeggen, dit is thee wat bruin is. Of water wat bruin is. Dit is thee. Dit is water wat oranje is. Dit is siroop en dit is limonade. Dus nu mag je het niet meer gebruiken. Nu kan je het niet meer gebruiken. Zolang je het water kan noemen, mag je het gebruiken. Lekker, als het verandert van naam. Dan is het geen water meer en mag het ook niet meer gebruiken. Want Allah zegt in de Koran, فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً. Als jullie geen water vinden, dan mogen jullie overgaan op het tayammum. Eerder, als het verandert met iets wat rein is, is het geen enkel probleem, zolang het water genoemd wordt. Als het verandert met iets wat onrein is, bijvoorbeeld iets onreins valt erin. En het verandert ook de geur of de smaak of de kleur. Bijvoorbeeld urine valt in water. En dat water is veranderd. Je ziet de kleur. Is anders geworden, of de geur of de smaak, dan is het onrein. Dan mag je het ook niet gebruiken. Mag het ook niet gebruiken. Zolang het water rein is, mag je het gebruiken. Ook al verandert de kleur of de geur daarvan, of de smaak, met iets wat rein is, lakin het blijft water, dan kan je het gebruiken om viezigheden ermee te verwijderen, onreinheden ermee te verwijderen. Je mag het ook gebruiken voor wudu of voor ghusl. فَإِذَا تَغَيَّرَ أَحَدْ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةِ فَهُوَ نَجِسٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ. Als het wel verandert, de kleur of de geur of de smaak, met iets wat onrein is, dan valt dit onder onreine water. Ieder water kunnen we opsplitsen in twee soorten. Rein water en onrein water. Rein water mag je gebruiken voor wudu, voor onreinheid verwijderen. En onrein water moet men vermijden. Wal aslu fil ashya'i at-tahara wal ibaha. Al asl, de regel als het gaat om zaken, is dat het
rein is en toegestaan is. Yani, we gaan niet de oordeel vellen dat een bepaalde soort water onrein is, behalve met bewijs. Bijvoorbeeld, je vindt water, je wil wudu doen, je vindt water. In een emmer of in de ton. Hey, weet jij of het water rein of onrein is? Weten we niet. Het is ergens gevonden, like, je weet niet of het rein of onrein is. Hey, we gaan ervan uit dat hij rein is of onrein is. We gaan ervan uit dat hij rein is. Want een assel, de regel is dat iets rein is, omdat er bewijs is gekomen dat het onrein is geworden. Bijvoorbeeld, je wil het gebed verrichten. Je bent onderweg op reis. Tijd breekt aan. Je wil het gebed verrichten. Je richt jezelf richting Qibla op een willekeurige plek. Op zo'n plek, is die rein of onrein? De asr is dat die rein is. Tenzij je bijvoorbeeld zeker weet dat deze plek onrein is. Dan krijgt dat de oordeel van onrein. Iden al asr is het water rein is. Je mag water gebruiken. Je mag op een plek bidden. Je mag kleding dragen. En je mag ervan uitgaan dat het rein is, totdat het tegenovergestelde bewezen wordt. Taib, wal aslu fil ashya'i at-tahara wal-ibaha. En de ashya'i, daar valt ook water onder. Water is gewoon rein, totdat het tegenovergestelde bewezen wordt. Taib, fa'idha shakka al-muslim fi najasati ma'in aw thawbin aw buqatin aw ghayriha fahuwa tahir. Lianna hadha huwa al-asl. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. إذن als we gaan kijken naar, als er twijfel is, dan moeten we altijd kijken naar de basis. We keren terug naar al-asr, naar de kern. En dat is dat deze zaken rein zijn. Als bijvoorbeeld iemand in staat van reinheid is. Zijn kleding die hij gedragen heeft, is rein. Hij heeft deze gewassen en hij heeft deze gedragen. Tayyib, hij mag ermee bidden? Hij mag ermee bidden. De volgende dag bijvoorbeeld, of iets later, maakt niet uit wanneer, komt er ineens twijfel. Deze kleding die ik nou wil dragen om mee te bidden, is die nou rein of niet rein? Twijfel, meer niet. Dan moet je ervan uitgaan dat die rein is. Want er is geen bewijs dat die onrein is. Er is geen bewijs nu, tenzij je bewijs hebt dat die onrein is. Like, als er geen bewijs is, dan moet je ervan uitgaan dat deze kledingstuk die je draagt, rein is. Iemand heeft bijvoorbeeld zichzelf gereinigd. Hij heeft de wudu gedaan bij Salat al-Dhuhr. Bij het Dhuhr. Hij heeft de Dhuhr meegebeden. Tayyib. Hij heeft de Asr meegebeden. Bij de Maghrib wil hij het gebed verrichten. Hij twijfelt. Hij denkt van, is mijn reinheid nou? Heb ik mijn reinheid verbroken of niet? Heb ik mijn wudu verbroken of niet? Twijfel, meer niet. Hij heeft totaal geen zekerheid. Hij herinnert zich niet meer of hij bijvoorbeeld zijn wudu verbroken heeft of niet. Dan geldt de regel dat die wudu nog steeds aanwezig is. Het is shak, twijfel. Verandert de oordeel niet. Verandert de oordeel niet. In een check moeten wij laten gaan. Omgekeerd bijvoorbeeld. Iemand heeft de wudu verbroken. Hij is bijvoorbeeld naar de toilet geweest. Dat weet hij zeker. Vervolgens is de tijd voorbij gegaan. Salat al-Asr breekt aan. Of Salat al-Isha. Hij wil het gebed verrichten. Maar voordat hij verricht, denkt hij, subhanallah, ik ben naar de toilet geweest. Heb ik nou daarna wel of geen wudu gedaan? Wat is nu zeker? Zeker is het dat hij de wudu verbroken heeft. Waar twijfelt hij aan? Hij twijfelt of hij daarna de wudu verricht heeft of niet. Nu is de regel dat hij niet in staat is van reinheid. Want dat is waar hij zeker van was. Hij twijfelt nou aan die wudu, of hij die wudu gedaan heeft of niet. Dus nu moet hij uitgaan van zekerheid. En moet hij alsnog die wudu verrichten. قال فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته قال له لا تنصرف حتى يسمع لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه هذا بيفايس فور اس dat je altijd moet uitgaan van zekerheid is hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam wordt gevraagd over een persoon. Deze persoon in het gebed, hij twijfelt. Hij voelt iets in zijn maag. Taip? Hij voelt iets in zijn maag. Alsof zijn wudu, yani, hij twijfelt aan zijn wudu tijdens het gebed. Bijvoorbeeld gerammel of iets anders in zijn maag. En hij denkt of hij twijfelt of hij nou zijn wudu verbroken heeft of niet. Hij twijfelt en hij vraagt dat aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Of de profeet, er wordt dat gevraagd aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De profeet die zei,
La yansarif, zeg tegen hem, la yansarif. Laat hem het gebed afmaken. Laat hem niet het gebed verbreken. Hatta yasma'a sawtan, totdat hij geluid hoort. En totdat hij zeker weet dat hij zijn wudu verliest. Of iets ruikt. Wanneer hij geluid hoort of iets ruikt, dan is hij zeker. Daarvoor was er twijfel. Hij weet nou niet of hij zijn wudu verbreekt of niet. Hij hoort geluiden. Lekin, wanneer hij zeker bijvoorbeeld een wind hoort of ruikt, dan moet hij daarmee, dan verandert de oordeel. Want dan is er zekerheid in plaats gekomen voor twijfel. Layan Sarif, hij moet niet het gebed verlaten, omdat hij zeker is van zijn zaak, dat hij zijn wudu verbroken heeft. En er is een grote, belangrijke sterregel in de fiqh, die leidt als volgt. Al-yaqeen, la yazulu bi shak. Of al-shak, al-yaqeen, la yazulu bi al-shak. En die zekerheid verandert niet, zekerheid wordt niet vervangen door twijfel. Dus wanneer je zeker bent van een bepaalde zaak en je gaat daarna twijfelen, dan heeft die twijfel geen enkel effect, mag geen enkel invloed hebben. قال وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Wat betreft de emmers die we mogen gebruiken of die we gebruiken voor de reiniging, een emmer, want daarin vang je het water op. Deze emmers mogen gebruikt worden. Behalve emmers die uitgezonderd zijn. Jami' al-awani al-ibaha. Want de asr fil ashya al-ibaha. De regel is dat je alles mag gebruiken. Zoals we net zeiden, je mag alles eten, je mag alles drinken, je mag alles dragen. Behalve datgene waar bewijs voor is, wat is uitgezonderd. Wat is uitgezonderd? Zoals we net hebben gezegd in het begin. Emmers of borden of bekers die van goud en zilver zijn. Die mogen niet gebruikt worden. Daar mag je niet in eten. Mag je ook niet in drinken. Want de profeet zei, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda. Drink niet in bekers van die van goud zijn of van zilver zijn. En eet ook niet in de boorden van goud en zilver. Fa innaha lahum fi dunya. Want dit is voor hun, voor de ongelovigen, tijdens dit wereldse leven. Walakum fil akhira. En voor ons in de akhira. In het hiernamaals. In het hiernamaals is dat voor ons. Dan mogen wij daar gebruik van maken. En niet in het wereldse leven. Deze hadith gaat over eten en drinken. Dan mag je daar wel of niet een wudu uit doen. Sommigen zeggen, eten en drinken is hier genoemd. Maar daarmee wordt bedoeld gebruik maken van. En je mag het niet gebruiken. Je mag niet gebruiken in eten en drinken. En ook niet in alle andere zaken. Zoals bijvoorbeeld eruit wassen. Voor een wudu of voor een ghusl. En sommigen zeggen van dit verbod is alleen specifiek voor eten en drinken daaruit. Maar je mag het wel gebruiken op een andere manier. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.